Ja. Maar het zou ook zomaar kunnen vallen en drie keer spelen, drie keer verliezen. Ja, en kan hij dan nog blijven? Ja, nou ja, zonder gekheid. Maar... Nou, dan ja, is hij ongeloofwaardig. Ja, 100%. Nee, maar ik, ja... Die jongen die stapt ergens in. Nou, ik denk dat hij dit nooit had verwacht natuurlijk. En je moet maar afwachten. Dadelijk ga je niet plaatsen voor die Nations League finale. En je verliest drie keer. Nou, daar staat het land natuurlijk alweer op zijn kop. Dik advocaat het EK doen, denk ik. Dik advocaat, jongen, nou, die is in december weer vrij. Ik, dus, ja. Heb gezegd, die Dwight Lodewegers is te vroeg aan de kant geschoven. Ja, ze hadden hem even de kans En anders die broer van die tv-presentator. Ja. Hoe heet hij ook weer? Stekelenburg. Ja. Goeie jongen. Ja. Ja, is dat nou gek of niet? Dat de interviewer en de trainer, familie van Kazijn, of is dat gewoon... Ja, dat is belachelijk. Nou ja, normaal gesproken kan dat natuurlijk niet. Nee. Je moet het ook niet willen. Ik denk dat je het ook niet moet willen. Maar de hele voetballerij van Eén van de twee dan. Is een schoonzoon. Ja, maar ja, die Stenck zal zich het ook wel opgelaten hebben gevoeld. Want bij zijn schoonvader die roept me dan op het allerlaatste moment op. Hij komt er nog in, er zijn andere... Die wordt naar de tribune wordt die verwezen. Ik denk dat het ook niet lekker voelt. Nee. Ja, maar je bent bij elkaar met de familie. Dan gaat die Stekelenburg. Die kan natuurlijk niks vertellen over dat deel zelf. Maar Jeroen zal toch wel een paar keer een vraag stellen. Toch? Ja, niet natuurlijk. Zo van. Hey, dus hij zal toch wel wat vertellen. Ja. Maar ik vraag me dan af. Kijk, ik heb niets tegen die Stekelenburg. Ik ken die jongen helemaal niet. En die andere Stekelenburgs die ik wel ken, vind ik bijzonder aardige jongens. Ja. Maar op basis waarvan een jongen die nooit gevoetbald heeft, kan hij coach worden van een Nederlands elftal? Dat is toch ongelooflijk? Ja. Nou, je kan hem omhoog vallen natuurlijk. Kijk, als hij trainer wordt van Zeeburgia of zo, dan zou dat niet zo gek zijn. Ja, maar daar is hij mislukt. Bij Ajax Cape Town, Almere, dat is het allemaal niet geworden. Nou, en als je goed bent, dan kom je natuurlijk niet bij de KNVB terecht. Oh ja, is dat zo? Ja. Oké. Okay. Kijk, die betalen natuurlijk niet goed en dan haalt een clubje wel op. Maar ja, als je niet goed genoeg bent, dan kom je in die organisatie en dan val je nooit meer uit. Want je gaat van onder 15 naar onder 12, onder 12 naar onder 18. Ja. Dus je kan altijd blijven zitten. Ondermaat. Dames zelf al, ja. Ja, ja, maar je zit te kijken naar die wedstrijd tegen Italië... en dan zie je op de achtergrond Vialli zitten... en Beyoncé is Stekelenburg zitten. Ja. Ik vind bijvoorbeeld jammer... Die jongen van Stekelenburg doet nou het Nederlands elftal van de NOS. Ja. Maar Bert Maaldrich heb ik van de week natuurlijk weer gehoord bij PSV. Ja, die mis ik wel. Die is beter. Ja, natuurlijk. Ja, die hebben ruzie gehad, die twee, toch? Die hebben... Ja. Maar dat is van bovenaf bij de NOS beslist. Die Maaldrich is de plotseling van afgehaald. Maar dat was een hele vermakelijke interview. Ja, die zorgde tenminste dat er wat gebeurde. En ook de trainers, die deden het wel graag. Die speelden dat spel wel graag mee. En die spelers ook. En die Stekelenburg die begint zich een soort wijsneusje op te stellen. Die weet, in die talkshows vertelt hij ook steeds wat iedereen al weet. Maar dat moet iemand doen. Je moet wel even op de hoogte worden gebracht, toch, van alles? Ja. Ja. Manchester heeft zojuist verloren. Weer verloren? Nee, dat speelt hij dan. Oh. Ja. We hebben de Veronica Inside-app. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Inside-app.